allemaal, wat super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag weer eens een keertje een Q&A voor jullie. Ik heb dat echt al heel erg lang niet meer gedaan. Maar ik vind dat wel altijd super leuk om te filmen. Dus ja, vandaag weer een nieuwe Q&A. Voordat ik verder ga met de vragen, ben je nou nog niet op mij geabonneerd? Doe dat dan zeker even. Dat kan door op de rode abonneerknop hier beneden te drukken. En druk ook even op het belletje, zo mis je nooit een video van mij. En krijg je een melding als ik een nieuwe video heb geüpload. Dus ja, laten we nu snel gaan beginnen met de allereerste vraag. Wat zijn leuke plekken om in New York te bezoeken? Voor de mensen die het niet weten, ik ben begin februari naar New York geweest voor 5 dagen. Sowieso vind ik Top of the Rock of het Empire State Building wel echt een must om te doen in New York. Verder vond ik de Brooklyn Bridge ook heel erg leuk. En ja, naar mijn mening zou ik ook echt een Broadway show bekijken. Ook als je misschien niet zo van musicals houdt, doe het dan alsnog. Want daar in Amerika, jongen, ze zijn zo goed. Het is echt ongelooflijk. Dus ik denk ook dat eigenlijk iedereen dat wel heel erg tof zou vinden. En het is toch wel iets wat echt bij New York hoort. Als je daarheen gaat, dan moet je eigenlijk gewoon een Broadway show bezoeken. Dus dat is echt wel een aanrader. Ja, dan als laatste wil ik nog als tip meegeven. Ga gewoon op onderzoek uit. Ga gewoon lekker door de stad lopen. Ga gewoon lekker overal heen lopen. En ja, het is misschien niet altijd even slim, maar je komt zo gewoon de leukste plekjes tegen. Wilde je toen je klein was ook al in musicals spelen? Of wilde je toen nog wat anders worden? Ik weet eigenlijk al best wel lang dat ik in musicals wil spelen later. Of in ieder geval dat ik graag iets op toneel wil doen. Dat weet ik echt al sinds vanaf kind af aan. En ik kan me ook niet herinneren dat ik ooit iets anders heb willen worden dan dat. Wat is je favoriete restaurant? Mijn favoriete restaurant is 180% Fabiano. Kan je dat een restaurant noemen? Ik denk het wel, toch? Nou goed, ik ga echt eigenlijk altijd als ik met vriendinnen ben eigenlijk wel uit eten bij Fabiano. Fabiano is gewoon heel betaalbaar en super lekker. En je kan pizza, pasta, salade. Je kan alles eten wat je wil. Dus ik vind het gewoon heel erg chill. Wat vind jij de beste foto van jezelf en waarom? Oeh, dat vind ik heel moeilijk. Ik ga heel eventjes kijken door mijn telefoon. Even kijken hoor. Ik heb heel veel foto's op mijn telefoon staan. Van deze shoot vind ik er eentje wel echt heel erg leuk. Dat is deze. Ik vind dit gewoon echt een hele leuke foto. Want ik vind hier dat ik gewoon er gewoon leuk en spontaan op sta. Ik deed hier ook echt helemaal niet mijn best. Ik was gewoon aan het shooten en ja, ik weet niet. Ik vind dit gewoon een hele leuke foto. Deze selfie vind ik wel goed gelukt van mezelf. Terwijl ik normaal echt geen selfies kan maken. Maar deze was gewoon best wel goed gelukt. Dan de foto die ik eigenlijk zocht. Wat gewoon echt mijn favoriete foto is. Dat is deze foto. Ik weet niet. In eerste instantie was dit niet eens mijn favoriete foto. Toen ik deze had geschoten. Maar ik weet niet. Op een gegeven moment vond ik hem gewoon zo leuk. Hoe langer ik er naar keek, hoe leuker ik hem vond. En ik vind dit gewoon echt een hele vette foto. Ten eerste, het was genomen in Central Park. Dus dat je dat nog op de achtergrond ziet, vind ik echt heel erg tof. Ik hou echt heel erg van het shirt die ik hier aan heb. En ik vind dat ik er gewoon goed op sta. Heel, toch best wel naturel of zo. Dus dit is wel echt mijn favoriete foto van mezelf, denk ik. Ben je van plan om op jezelf te wonen als je door de audities van Fontys heen komt? Ja, dan ben ik zeker van plan om op mezelf te gaan wonen. Ik woon zelf in Noord-Holland en de studie die ik wil doen is in Tilburg. Dus ik kan echt niet elke dag heen en weer reizen. Helaas, als dat kon, had ik dat met alle liefde gedaan. Want ik vind het toch ook nog wel lekker om thuis te wonen. Maar nee, als ik daar aangenomen word, dan ga ik daar zeker weten wonen. Dat kan ook niet anders. Het is niet echt een andere keus. En ja, dat lijkt me ook wel weer heel erg leuk. Het is wel weer een nieuw hoofdstuk in je leven of zo. En het lijkt me wel echt heel erg leuk om mijn eigen kamer te hebben. En dat helemaal zo eigen te maken. Ja, daar heb ik wel heel veel zin in. Dus ik hoop dat ik word aangenomen. Want dan kan ik dat doen. Waar koop je je meeste kleding? Ja, dit verschilt echt enorm. Wat ik een hele leuke winkel vind is Brandy Melville. Op zich koop ik daar niet eens heel veel. Maar ik vind dat wel echt heel erg leuk. Vroeger kocht ik daar wel heel veel. Ja, ik weet niet. Ik haal echt bij heel veel verschillende winkels mijn kleding. Ik moet ook zeggen dat ik heel veel kleding heb van Shein. Jullie weten waarschijnlijk wel dat ik daar vaak items van opgestuurd krijg.
En heel veel van die items zijn ook wel echt mijn favoriet. Dus ja, ik betrap me daar eigenlijk wel op dat ik heel veel dingen heb die ik gewoon opgestuurd heb gekregen. Wat echt mijn favoriete items zijn. Ik heb nog wel even een grote aanrader voor broeken. Als je net als ik een beetje wat kleiner bent, ga dan naar Topshop. Ook als je langer bent, want Topshop heeft echt zulke fijne broeken. Dat zijn echt mijn favoriet. Ik heb er nu toevallig ook een aan, een mom jeans. Maar ik vind de broeken van Topshop echt heel erg fijn. Ze zijn echt mijn favoriete broeken. Hoe creëer je een mooie Instagram feed? Ik heb toevallig laatst een video opgenomen samen met Romee. Met al onze tips over Instagram en een mooie feed en dat soort dingen. Dus daar geef ik al heel veel dingen weg. Dus als je die nog niet hebt gezien, ga die zeker even checken. Maar ja, hoe krijg je een mooie Instagram feed? Even in het kort. Ik denk dat het gewoon heel erg ook heeft te maken met je edit skills. En met belichting waar je foto's maakt. Maar sowieso de edit skills die zijn wel echt nodig om een mooie feed te krijgen. Je moet toch elke foto wel op elkaar kunnen afstemmen. Dus dat is gewoon heel erg veel oefenen. Ik wil ook nog binnenkort in mijn eentje een video maken over hoe ik mijn Instagram foto's bewerk. Dat ga ik ook zeker doen. Dus die komt er sowieso aan. De apps die ik het meeste gebruik zijn Afterlight, VSCO, Snapseed en Facetune. En Facetune gebruik ik overigens niet voor mijn hele gezicht te verbouwen. Ik gebruik het alleen om achtergronden wat witter te maken. En dan heb ik nog een vraag over Instagram gekregen. En dat is: wat zijn tips voor iemand die zijn Instagram wil verbeteren en een groter bereik wilt hebben? Ik denk dat dat wel heel erg moeilijk is. Het is ook gewoon een kwestie van echt geluk hebben en juiste connecties hebben en dat soort dingen. Maar ik zou vooral aanraden om niet te veel te streven naar een groot bereik. Maar gewoon eerder dan gewoon lekker met je creativiteit erop losgaan. En gewoon lekker foto's maken en foto's plaatsen. Gewoon wat jij mooi vindt. Ik denk dat je daar al heel veel plezier uit haalt. Ik denk dat die volgers, tuurlijk, het is heel erg leuk om volgers te hebben. Vooral omdat je dan ook wat meer interactie hebt. Maar ja, het is tegenwoordig zo moeilijk om veel volgers te krijgen. Want er zijn zoveel goede Instagrammers. Dat is niet normaal. Ik struggle daar zelf ook nog wel eens mee. Maar ik zou vooral zeggen, heb er zelf gewoon heel veel plezier in. En wie weet komen de volgers dan wel vanzelf. Wil je ooit een eigen liedje uitbrengen? Nou, ik heb die poging wel al een paar keer gedaan om een eigen nummer te maken. Het is gewoon heel erg lastig. Ik ben heel perfectionistisch. Ik zit er ook een beetje mee van, ja, ik kan wel eigen nummers gaan schrijven. Maar het is niet echt per se op dit moment mijn ambitie om echt een solo zangeres te worden, zeg maar, of zo. Dus tuurlijk, ik vind het super leuk, maar ik ben daar eigenlijk nog een beetje te perfectionistisch voor. En ik zou daar dan veel meer tijd in moeten steken. En dat kan nu gewoon niet. Maar wie weet gaat het ooit wel gebeuren, want ik vind het wel super tof. En ik zou het wel echt heel erg vet vinden om een eigen nummer uit te brengen. Dus ja, wie weet gaat het ooit gebeuren. Hoe ben je vriendinnen geworden met Sabrina? Dat vind ik wel een leuke vraag. Misschien is dat eigenlijk een leuke verhaal om een keer met z'n tweeën te vertellen. Maar goed, dat kan nu eenmaal niet. Dus ik ga het maar gewoon alleen vertellen. Ik ken Sabrina echt al best wel lang. Eigenlijk al sinds 2012 denk ik of zo. Komt gewoon omdat we allebei YouTube video's al maakten. En toen kwamen we elkaar tegen bij de Dutch YouTube Gathering. En toen, ja, toen zijn we wel een beetje met elkaar omgegaan. Maar nooit echt bevriend geworden of zo. We zagen elkaar alleen gewoon vaak en dan was het gewoon gezellig en that's it. We hebben ook wel eens samen een video opgenomen in 2013 of zo. Die staat vast nog wel op mijn kanaal en volgens mij ook op haar kanaal. We kennen elkaar wel al heel lang en toen hebben we eigenlijk heel lang geen contact gehad. We zagen elkaar nog wel af en toe, maar ja, dan was het eigenlijk meer gewoon hey, ja, dat was het. En op een gegeven moment kwam ik in dit huis wonen, dat was vorige zomer. En toevallig woonde Sabrina toen nog, want nu woont ze in Amsterdam. Woont ze echt twee straten verderop. Letterlijk gewoon, het is letterlijk 1 minuut fietsen en dan ben ik bij haar huis. Toen zijn we gewoon weer gaan meeten en ja, het was natuurlijk gewoon heel erg leuk omdat we zo dicht bij elkaar woonden. Dus toen gingen we ook elkaar helpen met video's en foto's maken en samen video's opnemen. Dus ja, zo is het eigenlijk een beetje gekomen. We kennen elkaar dus eigenlijk al heel erg lang, maar we zijn eigenlijk pas nu sinds bijna een jaar echt goed bevriend. Dus ja, dat is het eigenlijk. Wat hoop je de aankomende jaren nog allemaal te bereiken? Ik vind het persoonlijk een hele moeilijke vraag. Omdat ik op dit moment echt een soort van één doel voor ogen heb. En dat is aangenomen worden op Fontys. Dat is op dit moment gewoon zo erg mijn doel. Dat ik het heel erg moeilijk vind om daarnaast te kijken. Ik denk als dat doel is bereikt dat ik dan verder kan kijken van wat wil ik nog meer in mijn leven bereiken. En
waar wil ik precies heen met mijn carrière en dat soort dingen. Want ik weet gewoon dat ik later heel graag in musicals wil spelen. Dat is mijn nummer 1 hoofddoel in het leven. Sowieso daar een opleiding in volgen, dat sowieso. Ja, ik kan gewoon nog niet echt zeggen wat ik allemaal wil bereiken de aankomende jaren. Omdat er nu gewoon 1 doel voor ogen is of zo. Ja, dat klinkt heel gek, maar daar focus ik me nu gewoon heel erg op. Nou, dan was dit alweer de Q&A. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe natuurlijk even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!